Hoe krijg je succes op YouTube? Dit is deel nummer 2 van een series. Bekijk de afspeellijst als je deze video leuk vond. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. Ik ben Ronaldo van het kanaal Sputnik. En voor iedereen die meer views en meer abonnees wil op YouTube, heb ik een document gemaakt. Hij is te downloaden via de link in de descriptie. En met dit gezegd hebben we laten meteen beginnen. De video die vandaag online gaat, is eigenlijk gebaseerd voor succes op YouTube. Maar deze aflevering gaat over soorten video's. En het is heel belangrijk om te weten welke soort video's er zijn, wil je succes behalen op YouTube. Eerste daarvan is zoek geoptimaliseerde video's. En wat bedoel ik hier nou mee? Dat is bijvoorbeeld keyword research. Video's voor je abonnees, ga voor goudvideo's en verkoopvideo's. Zoekmachine geoptimaliseerde video's worden herkend door hoe, waarom en of wat. Tot stand gekomen door keyword research. Ik maak meerdere video's waarbij ik uitleg hoe keyword research tot stand komt. Ik heb ook video's hoe je keyword research kunt doen. Keyword research, kort uitgelegd, is gewoon de vertaling daarvan, is zoekmachine geoptimaliseerde video's. Keyword research is dus gewoon sleutelwoorden onderzoek. Dus onderzoek naar sleutelwoorden. Video's voor je abonnees. Geef je vaste abonnees wat terug. Informatie die niet zoekgerelateerd is. En giveaways en shoutouts of Q&A's. Giveaways, shoutouts of Q&A's zijn eigenlijk voorbeelden ervan. Informatie die niet zoekgerelateerd is, wil ik eigenlijk zeggen. Als je een video maakt voor je abonnees, die dus niet met keyword research tot stand is gekomen. En daardoor geef je abonnees wat terug. Ga voor goudvideo's. Dat is bijvoorbeeld deze video. Deze video zou in mijn onderwerp een gamechanger zijn. Video's maak je maar 1 of 2 keer per jaar. Gerelateerd aan jouw kanaals onderwerp. Dat is wel heel belangrijk. Dat je altijd in je onderwerp blijft van jouw kanaal. Verkoopvideo's. Bijvoorbeeld gesponsorde video's. Promotie van jouw producten of AdSense inkomsten. Als je nog niet meedoet aan AdSense inkomsten, zijn die andere twee van groot belang voor succes op YouTube. Want je wil natuurlijk wel inkomsten krijgen om de progressie in je kanaal, dus de voortgang in je kanaal, hoog te houden. Promotie van jouw producten is daarvan een wat groter geheel dan gesponsorde video's. Want gesponsorde video's, het is best wel moeilijk om een brand te krijgen binnen je niche, binnen je onderwerp. En het is ook moeilijk om AdSense inkomsten te krijgen, want daarvoor heb je 1000 abonnees en 40.000 uur aan kijktijd nodig binnen een jaar, die kijktijd dan. En promotie van jouw producten kan bijvoorbeeld door affiliate marketing, door promotie van producten in je video's. Bijvoorbeeld dus, ik kan dit document ook verkopen en dan via mijn video's verkopen. Dit was hem voor vandaag. Succes op YouTube is gebaseerd op meerdere dingen. Ik hoop jullie genoeg geïnformeerd te hebben met deze video. Blijf de serie kijken of check mijn andere video's. En ik zie jullie op mijn andere video's.